Op de laatste werkdag voor Koningsdag is het tijd voor de traditionele lintjesregen. De lintjes worden uitgedeeld aan met name vrijwilligers die zich inzetten voor andere mensen of organisaties. Een kleine 300 mensen kregen vanochtend zo'n koninklijke onderscheiding, waaronder 5 mannen in Druten. Met een smoes werden de 5 inwoners uit Druten naar theater De Bogert gebracht. Daar stond de burgemeester hen met een orkest en rode loper op te wachten. Het is de dag in het jaar dat wij mensen eren die altijd voor anderen klaarstaan. De burgemeester riep één voor één de 5 bijzondere Drutenaren naar voren. Ze vertelden bij iedereen een persoonlijk verhaal. En daarna was het tijd voor de onderscheiding met een bosje bloemen voor de partner. Voor de burgemeester was dit een extra bijzondere uitreiking, gezien het voor haar de eerste keer was in haar carrière. Dat was fantastisch. Het is heel mooi om te zien dat deze mensen een lintje krijgen vanwege de verdiensten die ze hebben gehad voor de gemeenschap. Voor de vele verenigingen hier in de gemeente. Hoe was het om vanmorgen hier naartoe te komen? Ja, onverwacht was het iets anders dan wat ik eigenlijk dacht dat het zou gebeuren. Ja, wat werd er tegen u gezegd? Ik zou hier zijn vanwege de gymclub en dan zouden we met Niels iets het een en ander bespreken voor de gym. Maar had u niet iets door? Nou, toen mijn dochter kwam en zei dat ik een ander pak aan moest trekken. En toen kregen we al een beetje vermoeden. Ja, ik denk dat is ook waar. Voor partners kan het soms nog best lastig zijn om het lintje geheim te houden. Het was echt een hele lastige maand voor mij. Ja, ik ben niet van de geheimen, maar ja, het moest. Wat betekent het speltje voor u? Heel veel. Heel veel, hoor. Ik word altijd een beetje geëmotioneerd over dergelijke dingen, dus daar kan ik ook niks aan doen. Belangrijk voor de lintjesdragers, het dragen van een koninklijke onderscheiding mag alleen nog bij officiële gelegenheden, als dit in de uitnodiging is vermeld.